say we're going to walk to Woerden. And from there, we're going to sleep there. And then we're going to walk from Woerden to Alphen aan den Rijn. And from Alphen aan den Rijn, we're going to walk to the sea. We are all different people and we have never met before until CatLab, which is fun in one way, but could be like really worse in another way. We had like this first name of our group would be like, let's hope we don't start fighting. At the end, the person was searching for hope. It can also be like emotional. So yeah, but I don't want it to be like too socially critical, you know? I would rather have it to be like more about what do you feel in this society and how do you fight? Dat je laat zien dat er een depressie was of zo. Ja, dat mensen aan de tafel alleen maar aardevol zijn of zo. Ja, maar ook heel donker die ruimte. Niet te veel, als een set moet uitzien. Ik zie juist wel een set voor me. Ik zie juist van moment 1, als je binnenkomt, dompel je jezelf onder eigenlijk in die wereld. Because yesterday we didn't have anything and then it was too much of thinking like, oh, and then I can do this and I can do this, but it was all in our heads. So now, hopefully, we can make it happen. The plan is cover it all up, so it's gonna be like a little cave almost. We're just gonna close ourselves in completely. Zo, mensen kunnen dadelijk in die ruimte 4 minuten zitten. Er zijn beelden op de muur, en er is een beeld op tv, een filmpje, en er is geluid. En mensen kunnen 4 minuten in die kamer zitten en de sfeer zal dan veranderen. Er hangen schilderijen op de muur die gaan bewegen en die naar elkaar gaan kijken. En op de tv zijn eerst rustiger natuurbeelden en naarmate ook de muziek steeds heftiger wordt, worden die beelden ja, ook minder prettig en rustiger. Teken daarmee het eerste wat in je opkomt. Kijk, we zijn die bühne. Dit is Enzo. Ja. Nou, dan haal ik het gewoon het hele zwikje haal ik weg. Oh, jij weet het ook wel. Ja, ik weet het ook wel. Motion sensoren kan niet. Want dat is Engels-Nederlands. We gaan een performance maken waar we gebruik maken van bewegingssensoren. Aan die bewegingssensoren zitten bepaalde geluiden gekoppeld. Als zij die pirouette maakt met één zo'n sensor in de arm, ja, is dat een repetering van verschillende geluiden die dan die computer is, dan krijg ik even de hik. Als ik dit doe, dan krijg ik een sinusbeweging. Dus zodoende. En kun je lekker ijsjes bakken.
laatste dag moeten we langslopen, dus dat wordt zwaar, denk ik. Ja, de laatste dag had 25 kilometer. Ja. Dus gisteren hadden we iets van 19 of zo gelopen. We hadden natuurlijk Pluto Maps. Dat is een lange stop, wat Rafael gebreid heeft. En het idee is dat we die achter ons aanslepen en dat hij onderweg allerlei hele kleine macro onderdeeltjes van de weg en dingen meeneemt. Dit zijn de creatieve sportievelingen die van het Domplein helemaal naar Katwijk aan Zee lopen. De groep internationale studenten van de Hogeschool voor de Kunsten heeft de tassen volgeladen met warme kleding. Het personage heeft als utopia een alleenheerschappij die waarin hij gewoon alles bepaalt. Ik ben op het moment bezig met projection mapping, dus eigenlijk beelden of al die objecten projecteren. En die probeer ik te laten aansturen via een wierboot. En ik sleep alle puntjes naar de goede hoeken, waardoor we verschillende beelden op verschillende objecten kunnen plaatsen. En acteurs die kunnen daar de gehele controle over krijgen. Dus zijn die beelden er wel, welke kleuren hebben ze, weet ik het wat. Dat is altijd heel gaaf. Je maakt eigenlijk een soort game. We zitten in een onwijs diverse groep. Dus we hebben conservatorium, theater, beeldende kunst, IMT'ers, animators. En het is echt fantastisch om zo breed te kunnen werken. En gewoon dat iedereen zijn expertise kan inzetten, maar ook dingen kan uitproberen waar dan normaal in de opleiding wat minder plek voor is. En kan experimenteren. En ja, ik vind het echt, ik ben super blij. We hebben al geïnspireerd. Thank you.
freak show, een deel van een rondreizend carnaval. En het gaat eigenlijk, de attractie vertelt het verhaal van de groep mensen, die speciale mensen die daar deel van uitmaakten. En we vertellen het verhaal eigenlijk van het ontstaan van het circus tot het uiteengerukt worden in de Tweede Wereldoorlog. See, dark times are ahead.